Nou, we zijn op de eerste plaats natuurlijk heel erg blij dat we vandaag weer naar de markt in Gemert kunnen. We hebben afgelopen donderdagmiddag, laat op de middag, te horen gekregen van de Veiligheidscommissie afdeling Brabant dat die groen licht gegeven hebben dat de markten weer open mochten zijn qua non-food betreft. De foodmarkten waren al eerder open. Het was voor ons, ik denk dat het nu een week of 6 geleden is, heel vreemd dat je niet meer naar de markt toe mag. Dat is natuurlijk vreemd. In het begin ben je daar eigenlijk een beetje boos over, omdat de winkels wel open mochten zijn en de markt niet. Achteraf is het misschien toch wel begrijpelijk, omdat mensen bij de markt een beeld hebben waar altijd veel mensen zijn en waar natuurlijk die afstand die gehouden moet worden moeilijk te handhaven is. Ja, het zijn 6 weken geweest waar we veel thuis geweest zijn uiteraard. We zijn veel wezen fietsen. We hebben die 6 weken prachtig mooi weer gehad. Maar we zijn blij dat die periode weer achter de rug is. En dat we nu weer gewoon in je ritme lekker naar de markt mag gaan. En we staan nu hier op het Ridderplein. Het is tijdelijk, heb ik begrepen, dat we hier moeten staan. En over een aantal weken misschien, ik weet niet precies hoe lang dat gaat duren, dan is het de bedoeling dat de markt weer naar de Nieuwstraat gaat.